Sinjo, je hebt zojuist in een oefenduel met Jong AS Monaco je eerste officieuze minuten bij AZ gemaakt. Hoe ging het? Heel goed. Ik ben heel tevreden dat ik mijn eerste minuut heb kunnen maken. En direct tegen een goede tegenstander. En met een mooi resultaat van ons daar nog bij. Dus dat is mooi meegenomen. En hoe ging het op fysiek gebied? Je hebt natuurlijk een tijdje uitgeleden. Ja, dat was 6 maanden geleden, mijn laatste match. Maar ik denk dat we de voorbije maand met Frank, Rob en Martin heel hard gewerkt hebben met fysiek kracht. En het ging goed, maar het kan nog altijd beter natuurlijk. Ja. Ja, je draait inmiddels al een paar weken mee bij AZ en traint ook al een tijdje mee met de selectie. Ja, hoe bevalt het hier tot dusver? Ja, het bevalt me heel goed. Heel mooie groep, goede staf. En ik hoop dat ik de ploeg kan helpen. De ploeg is heel goed bezig en ik wil gewoon mijn steentje bijdragen. Ja, je hebt vanaf de zijlijn natuurlijk meegekeken met de seizoenstart van AZ. Ja, hoe heb je dat beleefd? Natuurlijk is het altijd moeilijk om van buitenaf te kijken, maar ik ben heel trots op deze groep. En ik denk dat ze een heel goed resultaat hebben gehaald, maar het is nog maar het begin. En ik denk dat we iedereen nodig gaan hebben, want we worden een lang seizoen met veel wedstrijden. Ja, dat je nu natuurlijk je eerste officieuze minuten maakt, dat is al een goed signaal in je herstelproces. Ja, hoe ver ben je daarin? Ik denk dat ik er redelijk dichtbij zit, maar ik denk dat de trainer daarover beslist. En alle vertrouwen in hem en zijn staf, want tot nu toe heel goed met mij gewerkt. Ja, dan zie je de komende periode voor je. Ik hoop gewoon zoveel mogelijk elke dag hard te werken, zoveel mogelijk goed te trainen en hopelijk zo snel mogelijk bij de ploeg zitten. Oké, okay, deze minuten smaken naar meer? Tuurlijk, dit is de eerste keer, maar nu dit is nog maar het begin. Ik wil meer, ik wil de ploeg helpen.